vond, want de Groningse ploeg Landjuweel staat bovenaan in het ploegenklassement. En heeft dit seizoen een bijzondere aanwinst, namelijk Olympisch en wereldkampioene Chris Whitty. Sandra Tehart is on the team and I know her from long track and I talked to her last year when she came to Eindhoven for a marathon because I live in Eindhoven and I just joked with her that I wanted to try it and she knew that I was still training and working out now and then, staying fit. So she thought, well, if you really want to skate again, come skate the marathons with us. In elk geval gaat het haar goed af, want ze staat op dit moment vierde in het algemeen klassement en vandaag wordt ze tweede. Kortom, een echte topper en daar kijken ze bij de ploeg best een beetje tegenop. Alina Pasje belde mij op. Ik was zelf pas 2 weken of 1 week bij de ploeg en zij zei, we hebben een nieuwe. En ik dacht, nou oké, leuk, ik ben benieuwd, wie is het? En ze zei Chris Whitty. En ik dacht eerst eigenlijk dat ze een geintje maakte, want ik denk, nou, die is echt heel erg goed. Dus die komt vast niet bij mij in de ploeg. En nou, toen zei ze, nee, dat is echt waar, die gaat marathons rijden. En ik was eigenlijk gelijk heel lyrisch en ik heb gelijk maar mijn ouders opgebeld. En moet je horen, Chris komt bij ons in de ploeg. They always say, if you meet an idol, it's either a great surprise or a big letdown. And I hope that I'm a surprise for her, that I'm just a normal person. And I treat her just like I treat anybody else. Nou, judo,